Santa Laurent. May ako.
Ça va? Ça va. On a ici à Blancandère. Thank you.
Of zoals destijds in 1986 met de Herald of Enterprise. Maar ook daar zijn we ook voor. Ook hebben we onze grote daarvoor nodig en blijft het bij kleinere mensen. Maar toch voor de hele vier jaar weer tientallen mensen uit benauwde situaties waar. Dat zijn schepen en zijn schepen dat ook met jaren zinken zijn. Macht gebroken, touwen die het vroeger geraakt en doen. Daarvoor worden onze mensen 24 uur op de 24, 7 dagen op 7 opgeroepen. Nu gooien ze, dat doen ze nooit, maar nu gooien ze een man overboord. Dat is tegen het principe van het reddingswerken, maar u heeft inderdaad gemerkt dat het links een overspoel is en rechts een echte levende mens die nu in zee is terechtgekomen. En als hij is voorzien van het beveiligingsmateriaal, dan kan hij nu een signaal geven. En als je op de tijd erop doet en je ziet zo'n dergelijke flesje branden, telefoneer dan naar het marktreddings- en coördinatiecentrum. Het zijn zij die dan een oproep lanceren binnen de 6 minuten. Binnen de 6 minuten vertrekken de redders van aan de basis. En heel veel is het zelfs minder dan dat het duurt. Binnen de 6 minuten vertrekken ze naar de plaats waar het incident zich voelt. We zien nu de straffe Hendrik, de grootste voorst van de drenkelingen van de passagierenindienst, die zal een van de drenkelingen opnemen en de sterke Dries, het meest gebruikte trekpaas van onze dienst, gaat dat ook aan u demonstreren. Je ziet dat er daar een achterhalende reddingstorm komt, dat is een uitzending ontwerp van de passagierenindienst, zelf van de vlakke passagierenindienst, en je ziet hoe ze op deze manier heel snel een drenkeling aan boord kunnen trekken. Het is natuurlijk een samenwerking tussen de redders die aan boord zijn en uiteraard ook de schipper die moet zien wat er allemaal gebeurt. De links valt en wordt de mensen die ontwerpen in de rechts. Dat is heel snel. Ik heb het niet getimed, maar ik heb geen klok bij, daarom doe ik dat er ook maar niet. De andere, de straffe Hendrik, haalt een drenkeling die bewust is uit het water. Voilà. Via het reddersplatform aan boord. En dan is er ook altijd een van de redders, zoals u intussen op de straf op secondaries kan zien, die een opleiding heeft gekregen in eerste hulp. Eerste hulp bij ongevallen heet dat. Maar op welke aantal zaken uit te voeren en al het nodige en onderzoek. Dan wordt ook de NH90 opgeroepen en daar zijn speciale technieken voor gevoerd. En voor het van een zeilboot, de technieken op dat groepje van de toegeven en nu de NH90 zijn inderdaad niet in staat om een persoon meer te brengen op een zeilboot als je mag op het gehoor te brengen. En vandaar worden de technieken geroepen waarbij de drenkelingen van onze zeilboot of van volgende zeilboot. Nee, goed. Hier kunnen we uiteraard demonstreren op de simpele reden dat de kleine drenkeling die daar verboden is, te beperkt is. En dat het lawaai te geven is om de hier op een demonstratie te doen. Maar we kunnen het allemaal dat de redding heel speciaal toevoegen om alle drenkelingen wel door te evacueren. Thank you.
Naar het noorden,